Ruben is sales manager bij Sana Commerce. En hij gaat vertellen hoe hij het allemaal heeft beleefd. Ja, dat klopt. Mijn collega van marketing die zei vanmiddag al met een brede grijns. Jij staat voor het hol van de leeuw vanmiddag. Als sales bij allemaal marketingmensen. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik ga jullie vanavond proberen om een beetje mee te nemen in de praktijk van Sana Commerce. Laat ik Jortijn toch maar volgen. Alhoewel ik denk dat de uitslag wat anders is. Wie kent Sana Commerce? Nou, toch nog een paar. Ik heb een paar slides opgenomen om even kort jullie mee te nemen. Volgende slide als het kan. Ja. Wie wij zijn, wat we doen. We zijn begonnen in 1992. Was er zelf niet bij. Maar in Kralingen in Rotterdam. Eigenlijk twee studenten die een eigen bedrijf hebben opgezet. Jan Kees de Jager toen de tijd en Karel van der Wouden. En dat is ISM e-company geworden vandaag de dag. Misschien bekend digitaal bureau, e-commerce bureau in de Benelux. En eigenlijk is Sana daar uit ontstaan. Als je al doorgaat naar de volgende slide. Dan zie je dat we nu zitten op de prachtige plek Van Nelle Fabriek in Rotterdam. En dan pak ik even alleen het Sana gedeelte, want wij staan op dit moment op eigen benen sinds een paar jaar. En Sana heeft zo'n 300 medewerkers wereldwijd. En we zijn actief niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. We zitten in New York, we zitten in een aantal Europese landen en we zitten ook nog in Australië. Ja, en dan wat we doen als je verder gaat. Nee, eerst nog wie ik ben. Het is eigenlijk al gezegd, ik ben eindverantwoordelijk voor sales. Bij Sana wil dat zeggen nieuw business sales, dus eigenlijk nieuwe klanten binnenhalen. Bestaande klantenbusiness zit bij de projectorganisatie bij ons. Dankjewel. Ja, super. Bestaande klanten zit daar dus niet bij. En daarnaast heb ik een collega, Jeroen, die voor marketing verantwoordelijk is. Nou, daar zal ik straks ook op ingaan hoe wij die samenwerking hebben vormgegeven tot nu toe. En in ieder geval een aantal hekken denk ik al hebben weggehaald. Alhoewel er nog steeds wel veel te doen is. Dus dat over mij zelf. Ik werk 6 jaar bij Sana. En, maar deze doet het, ja, deze doet het wel. Wat doet Sana Commerce? Eigenlijk, we zijn een e-commerce softwarebedrijf. Dus wat wij hebben gedaan 10 jaar geleden toen wij gestart zijn, is eigen software ontwikkeld. Omdat we een klant hadden, een fabrikant, dus echt een typische B2B klant. Die eigenlijk online wilde met de business richting afnemers, richting eindklanten. En eigenlijk zei toen de tijd tegen ISM, zouden jullie niet voor ons dat platform willen ontwikkelen? Nou, ISM is gaan kijken op de markt en die kwam er eigenlijk achter dat aan bestaande platformen er weinig was. Dus die hebben gezegd, wij gaan dat zelf ontwikkelen. Nou, en dat is eigenlijk Sana geworden. In de loop van die 10 jaar hebben wij ons helemaal gestandardiseerd. En eigenlijk in een notendop bedienen wij nog steeds met name B2B bedrijven. Dus dat wil zeggen fabrikanten, groothandels, distributiepartijen. Soms ook retailers die ook die B2B kant hebben. Neem een Auping bijvoorbeeld in Nederland, een klant van ons die ook de bedden zelf fabriceert. Dus die ook een sterke B2B achtergrond hebben. Ja, en hoe komt het dat wij daarin actief zijn? Dat komt eigenlijk omdat wij die bedrijven helpen met geïntegreerde e-commerce. Wellicht een onbekend begrip, maar dat is eigenlijk wat wij doen. Want wat wij hebben ontwikkeld is niet alleen die voorkant, dus die webshop. Maar we hebben ook de integratie naar de backend systemen van die klant gestandardiseerd. En onze doelgroep is dus kort gezegd alle bedrijven die gebruik maken van een SAP of Microsoft Dynamics ERP-systeem. Daar hebben wij een kant-en-klaar pakket voor en die kan eigenlijk binnen relatief hele korte tijd online zaken doen met ons platform. Ja, dus dat even over Sana Commerce als inleiding. Nou, waar staan we dan nu? We hebben 520 actieve klanten, dus dat wil zeggen die echt actief onze software gebruiken. Dat meten we ook continu door, dus dat houden we ook dagelijks bij. En als het goed is, stijgt dat ook dagelijks door. En zo'n 1300 webstores die wij inmiddels hebben uitgerold.
Ja, en dan van de inleiding naar de drie topics die ik heb uitgekozen om jullie mee te nemen in het verhaal. Eerst is het Lead to Deal project. Dat is een project geweest bij ons intern vorig jaar. Om eigenlijk met elkaar te kijken hoe lopen nou onze processen van lead naar deal. Tweede is regionale pots die we hebben geïntroduceerd en waar we sinds januari mee werken. En het derde is met name op pipeline gebied en ook weer daar de samenwerking tussen sales, die eigenlijk de owner is van de pipeline, en marketing, die een groot deel van de engagement en contactstrategie voor zijn rekening neemt. Dus ik hoop dat uit die drie praktijkvoorbeelden in ieder geval iets blijkt van hoe wij daarin samenwerken, wat we daarin hebben gedaan. Om met die eerste te beginnen, Lead to Deal, eigenlijk anderhalf jaar geleden, toen ik begon in deze nieuwe rol. Toen hadden wij een aantal marketing KPI's, dus wellicht bekend, maar de marketing accepted lead, de marketing engaged lead, de marketing qualified lead. Hè, dus op het moment dat bepaalde threshold wordt gebruikt, wij gebruiken Marketo, dan voldoet die aan een aantal criteria en wordt het een lead. En wat hadden we nog meer? We hadden sales KPI's. Nou, eigenlijk hadden we alleen maar één KPI, dat is het aantal deals. Dus een beetje saai, hè? Maar we hebben ook QO's geïntroduceerd, Qualified Opportunities, toen we met een inside sales team zijn gestart. Ja, en dat was het qua KPI's. We hadden geen gedocumenteerd salesproces. Problemen daar. Als je bijvoorbeeld de individuele sales rep wil bekijken, hoe doet hij het nou, waar loopt hij op vast? Ja, als je geen proces hebt, dan kun je daar ook moeilijk iets over zeggen. We zijn een heel hard groeiende organisatie, dus 10, 15 nieuwe salesmensen erbij in een jaar, die allemaal gaan vragen, hoe doen jullie sales? En tot slot, iedereen was blij met de eigen resultaten. Of er waren heel veel verschillen, dus om daar even mee te beginnen. Een field marketeer in een regio die zei, we hebben een geweldige maand gehad, want we hebben 29 MQL's gescoord in onze regio. En als je het dan over diezelfde maand had en je vroeg dat aan een salesmanager, zei die, vreselijke maand gehad, want het aantal leads is enorm tegengevallen. Maar gelukkig, klinkt als een echte sales, hè, had ik mijn partners nog, want ik kon mijn aantallen nog halen. Dat laat al zien dat hoe het bij ons was, dat er dus over dezelfde maand eigenlijk heel verschillend gesproken werd. Wat ik heb gezegd tegen mijn collega Jeroen toen ik begon, wij waren dus in het Lead to Deal project, wat eigenlijk een herimplementatie van ons CRM-systeem betekende, heb ik gezegd, wij moeten eigenlijk eerst het proces met elkaar gaan uitvinden voordat we aan dat systeem gaan werken. En dat betekende in ons geval dat we een groot CRM-project on hold moesten zetten. Maar ik ben toch blij, en Jeroen, mijn collega van marketing overigens ook, dat we dat gezamenlijk hebben gedaan. Omdat we dus eigenlijk eerst aan die proceskant zijn gaan werken en hebben gezegd, oké, hoe ziet in dit geval onze road eruit van een lead naar deal? Nou, dat zie je hier dan uitgebeeld. We hebben ook bepaald gezamenlijk, wat zijn nou gezamenlijke succescriteria? Dus we hebben nu werken we met SALS, dus Sales Accepted Leads. Een beetje in navolging van wat Jortijn daarover zei. Marketing wordt afgerekend op SALs. En die SALs die worden door de BDR's in ons geval gereed. Dus de MQL's komen binnen. Dan kan je dus een lead hebben, maar de BDR, de Inside Sales, die bepaalt, is dit een kwalitatief goede lead, ja of nee? En op die manier proberen we eigenlijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Want op het moment dat ik SALs als marketeer heb en elke keer mijn BDR die lead van mij niet accepteert, ja, dan ga ik toch in gesprek, jongens, wat is er aan de hand? Nou, dat hebben we hetzelfde gedaan bij Inside Sales Field Sales. Dus Inside Sales moet Qualified Opportunities leveren, maar de Field Sales die beoordeelt of het ook echt een Qualified Opportunity is. Dus dat hebben we gedaan. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben salesproces gedefinieerd. Overigens ook hierop en ook marketeers bij betrokken geweest. En dat was best wel in onze organisatie even een ding. In de zin van salesmensen vroegen aan mij, waarom heb jij marketingmensen uitgenodigd bij design van een salesproces? Maar achteraf gezien is het heel goed geweest, denk ik. Omdat we, je ziet ook, je kan het waarschijnlijk niet lezen, maar ook content bijvoorbeeld. Welke content gebruiken we nou wanneer in het proces?
Maar ook op het salesproces zelf ben ik ervan overtuigd dat zeg maar die twee samen, dat die uiteindelijk tot een veel beter resultaat kunnen leiden. En dan krijg je hopelijk, in ieder geval bij ons, dat je dus in ieder geval gemeenschappelijke beeldvorming hebt. In ieder geval, in dit geval bijvoorbeeld, we hebben een goede maand gehad, weliswaar niet heel veel leads, maar de leads die we hebben gehad waren van hele goede kwaliteit. Het kan ook zijn dat we zeggen nog steeds, we hebben een hele slechte maand gehad, maar daar zijn we het er ook gezamenlijk over eens. Dus dat is in ieder geval winst bij Sana op dit project geweest. En ook op de manier waarop we zijn gaan werken. Nou, kijk je dan naar de succesfactoren. Het werd volgens mij al even eerder genoemd, maar in mijn ervaring is die managementbetrokkenheid heel belangrijk. Ik heb ook samen met Jeroen, dus mijn collega van marketing, gezegd van joh, we moeten echt in dat project ook zelf gaan zitten, zelf gaan meedoen. En uiteindelijk geloof ik heel erg in lead by example, dat je echt laat zien, jongens, we willen dit gezamenlijk tot een succes maken. En wat we hebben gedaan, tweede punt, is dus ook gemixte groepen gemaakt. Dus we hadden key user groepen waar een marketeer in zat, en een BDR en een field sales. En die moesten dus op een bepaald thema, moesten die uitwerking gaan doen. En dat was, nou ja, soms dus wennen, maar uiteindelijk heel goed geweest voor het resultaat. Nou, rating door de ontvangende partij heb ik net al even wat over gezegd. Integratie van systemen, misschien obvious, maar wij hebben in ieder geval alles wat in Marketo gebeurt, kunnen wij zien in CRM. Dus de salesmensen die in CRM, die van CRM gebruik maken, die kunnen precies zien wat er is gedownload, wat de geschiedenis is. Dat is denk ik redelijk cruciaal, want anders zit je helemaal in gescheiden werelden. Wat ik zei, het laatste, maar misschien wel het belangrijkste, ik denk dat het start bij proces, gezamenlijke definities en KPI's, voordat je dat gaat implementeren in tooling. Dat hebben we dus uiteindelijk ook gedaan, maar als je achteraf terugkijkt, dan had ik dat liever natuurlijk eerder gehad en eigenlijk eerst het proces netjes gedaan en pas dan die herimplementatie van CRM gestart. Tweede topic, regionale POTS. POTS is eigenlijk een team. Wat we eigenlijk hebben gedaan is, wat we eigenlijk zagen is dat door de snelle groei die we doormaakten, de teams, überhaupt het aantal mensen natuurlijk enorm toenam, maar ook binnen de teams, ook binnen regio's, steeds meer mensen. En daarmee neemt natuurlijk de complexiteit ook per definitie toe. En de afstemming die je eigenlijk wil dat het tussen de verschillende mensen is. Nou, wij gebruiken bij Sana daar een methode voor. Misschien kennen mensen het boek van Vern Harnies. Dus wij gebruiken Scaling Up. Er staan een heleboel interessante informatie in voor degenen die het boek niet hebben gelezen. Wat mij betreft zeker een aanrader. Maar een van de dingen waar heel erg sterk op wordt ingezoomd is executie. Toch nog één terug. En hoe je eigenlijk op executie kunt inzetten met de veelheid aan mensen. Dus daarvoor hebben we dailies, weeklies, quarterlies. Dat is een van de structuren die wij aanhouden in de organisatie. En dat hebben we nu sinds januari ook doorgevoerd in de regio's. Ja. En dat betekent dat je in de regio's die hier genoemd staan, hebben we teams die dus multifunctioneel zijn. En die eigenlijk vier kern KPI's hebben. En dat was een enorme verandering, want dat zijn niet per definitie de individuele KPI's die iemand heeft die in die pot zit. Bij ons zijn dat dan MRR, dus Monthly Recurring Revenue, dat is NPS, dus klanttevredenheid. Pipeline, zeg maar de toekomst ook te borgen. En service revenue. En eigenlijk die vier, daar wordt wekelijks in de pot over gesproken. En daar zitten dus al die disciplines bij. En het mooie is dus dat we nu na een kwartaal kunnen zien dat je dus regionaal ook focus kunt gaan aanbrengen. Want de ene regio, bijvoorbeeld Benelux, heeft gezegd wij gaan meer richten op de pipeline. Want we zien dat de andere drie eigenlijk heel goed draaien. Waar we bijvoorbeeld in Amerika hebben gezegd we moeten meer doen aan de NPS.
En het maakt niet uit of je nou marketeer bent of sales. Als we met een pot bepalen, we gaan aan de NPS werken. Dan gaan we aan de NPS werken. Dus dat is eigenlijk een nieuwe manier van denken. En de feedback die wij tot nu toe hebben ontvangen, we hebben ook een survey gedaan, is eigenlijk heel positief. Omdat mensen het gevoel hebben dat ze meer onderdeel zijn van een team. Naast het feit dat je natuurlijk gewoon nog steeds onderdeel bent van je salesafdeling of je marketingafdeling, waar je ook je vak inhoudelijke verdiepingen hebt, je afstemming, werkt het bij ons heel goed dat we die regionale focus hebben aangebracht. Nou, dit was een foto van vorige week van het Benelux team. Die vierde dus dat ze de eerste kwartaal cijfers hadden, of de eerste kwartaaldoelen hadden gehaald. Voor de oplettenden onder ons, om 10 uur 's ochtends zaten ze aan de champagne, want je ziet het op de klok. En 1 dame heeft geen champagne omdat ze zwanger is. Dus dat is voor de oplettenden onder ons. Maar dit is eigenlijk de potstructuur zoals we die met elkaar hebben gekozen. Derde topic. Ik heb nog even tijd. Pipeline management en engagement strategie klinkt misschien wat veel, maar ik ga proberen uit te leggen. Want we zagen een aantal dingen. Dit is een analyse die wij hebben gedaan in het najaar. Mijn collega Eline zit hier ook in de zaal, die heeft daar hard aan gewerkt. Dus dat is van recent. Eigenlijk zagen we, we hebben het proces ingericht. We hebben KPI's, we hebben definities, we hebben een manier van samenwerken. Maar eigenlijk zagen we in de pipeline, dus aan de saleskant, salesmensen werken met opportunities, zagen we dat de pipeline te groot was voor het aantal mensen. Dat wil zeggen, als jij, ik noem maar even iets, 1000 opportunities op je naam hebt staan, dan klinkt het klinkt allemaal vrij simpel, maar dat is natuurlijk gewoon te veel om actief op te volgen. Dus dat was een van de dingen die we zagen. Tweede wat wij zagen was dat een groot deel van die pipeline was eigenlijk legacy van voor 2017, toen wij nog op een andere manier werkten. Nou, daar was veel in blijven hangen. Overigens ook hier, als ik met salesmensen over in gesprek ging, was het ik hou het maar op mijn eigen naam, want ik doe er nu weinig of niks mee, betekent dat eigenlijk. Maar als ik het terugzet naar marketing, weet ik helemaal niet wat ermee gebeurt. Dus dat was ook wel interessant om te horen. En dat betekent dus ook finding 3, dat wij hebben onze funnel ingericht, we hebben marketingstrategie, we hebben het hele proces. Maar op het moment dat er dan zoveel opportunities in de sales funnel zitten waar marketing dus eigenlijk weinig mee doet, dan is dat natuurlijk eigenlijk zonde en benut je het marketing potentieel niet. Maar met name ook heb je geen contact meer met die opportunities en accounts in je pipeline. Dus dat is wat we zagen. Nou, wat we hebben gedaan recent, en dat is dus ook ontstaan uit de samenwerking. Want deze hele analyse is tot stand gekomen door mensen van zowel marketing als sales in één ruimte. Is de pipeline drastisch afnemen. Dus dat was een dingetje bij sales natuurlijk, maar dat hebben we wel gedaan. Dus we zijn van 8000 in november naar 5000 en inmiddels zitten we geloof ik op 3000, 4000 opportunities gegaan in de sales funnel. En op alle andere opportunities is marketing aan de slag gegaan lokaal met nurturing flows. En we hebben, en daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor, maar we hebben eigenlijk die contactstrategie ingedeeld. Hey, je ziet hier field sales en BDR's, waarbij we eigenlijk zijn uitgegaan van een workload. Ik noemde het al, 1000 opportunities voor een field sales is veel te veel. Nou, wat is dat dan wel? Deel het eens in wat ga je binnen 7, binnen 30 dagen echt actief mee aan de slag. Als je dat dus niet kunt, om wat voor reden dan ook, hou het dan niet op je eigen naam, maar zet het terug, zodat we die accounts en leads wel kunnen gaan nurturen. En daar zie je dus ook aan de bovenkant, zie je dus de inflow-kanalen. Dus we hebben inbound, we hebben ook nog een partnerkanaal, daar zal ik verder nu niet op ingaan. Maar dat is wel ongeveer 60% van onze lead-generatie nog steeds. We hebben outbound. En dan hebben we re-engage, dus dat is eigenlijk die flows waar ik het over heb, waar we dus terugzetten. En dit zou eigenlijk, dit hebben we vanaf januari, zeg maar, zijn we hier nu mee aan de slag. Dat is nog niet af. Maar dit zou eigenlijk, zoals ik het zie, ook weer een constante manier van werken moeten zijn, die je ook in de pots kunt bespreken. Want wat we bijvoorbeeld zagen rechtsbovenin, is dat wij kunnen nu precies zien over 1 of 2 weken
komen er 150 re-engaged opportunities terug in Amerika. Hè, dus hebben wij over 1 of 2 weken hebben de BDR's capaciteit om die opportunities te gaan opvolgen. Hè, en als dat niet zo is, kun je ook het gesprek aan waar gaan we onze prioriteiten op instellen. Dus ja, dat waren mijn 3 topics in hoe sales en marketing met elkaar is gaan samenwerken. Ja, en als laatste zou ik zeggen, wat voor mij zelf heel belangrijk is, ja, keep enjoying the ride. We zijn, ik merk bij onszelf ook altijd buitengewoon kritisch. Afgelopen najaar zaten we op 47% recurring licentiegroei, terwijl de doelstelling 50% was. Ja, dan zou je bijna kunnen denken, jongens, het gaat niet goed. Blijf ook genieten van de successen. Blijf die ook delen. Dat is eigenlijk de laatste boodschap van mij. Dankjewel, Ruben. Fantastisch. Wie heeft vragen voor Ruben? Er staat een camera achter je, dus ik ga hem niet gooien. Ja, een mooi ding. Ruben, interessant om te zien hoe je je proces hebt opgezet. Wat me wel opvalt is dat meerdere personen in jullie organisatie op een gegeven moment een contactmoment hebben met de klant. Dus in het begin heeft marketing dat, daarna een BDR, daarna een sales en daarna zelfs een customer success manager. Mm-hmm. Hoe regelen jullie de overdracht van persoon op persoon? En hoe merkt de klant, hoe snapt de klant ook dat er diverse personen in zijn aankoopproces aanwezig zijn? Ja, heel goed punt. Dat hebben we nog niet op alle punten, zou ik zeggen, goed ingericht. Bijvoorbeeld sales naar customer success. Daar zijn we nu mee bezig als project om te kijken wat we daarin kunnen verbeteren. Maar wat we bijvoorbeeld in de andere schakels hebben, is dus 1 de overlegmomenten die we echt in de structuur laten terugkomen. En 2 ook als bijvoorbeeld QO's of SALs worden opgeleverd, is er eigenlijk standaard een contactmoment tussen de 2 personen om die overdracht te doen, zodat diegene gelijk een stukje achtergrond meekrijgt. Je misschien nog eventueel dingen kan bespreken. Dus ja, het is wel heel belangrijk, ben ik helemaal met je eens, dat heel goed wordt overgedragen. Ja. Okay. Andere vragen? Komt-ie. Yes. Ik was ook benieuwd, want jullie verkopen ook volgens mij via resell partners, toch? Klopt. Managen jullie dat, die opportunities, en zijn zij ook onderdeel van de pipeline, zeg maar? Of dit is alleen wat jullie direct doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ze zijn wel onderdeel van de pipeline als ze bij ons bekend zijn. Mm-hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld GAC hier in Oorschot die een Dynamics NAV implementeert. En die doen ook Sana, hebben een heel Sana-team. Die worden bij ons wel gemeld, we hebben wekelijkse overleggen, maar die komen vaak pas later in de funnel. Die geven ze aan jullie terug? En, en zij zijn ook onderdeel van bijvoorbeeld bij jullie van Marketo? Nee, dat niet. Ja. Nee, dat niet. Maar het verschilt een beetje per partner, omdat dus zoals bij GSC komen ze pas veel later en daar doen wij relatief weinig aan, want die verkopen zelf, die implementeren zelf. Maar we hebben ook partners die die mogelijkheden niet hebben of nog niet zo ver zijn. En die bijvoorbeeld heel snel al de lead naar ons doorpassen. Okay. Maar ik ben nu met name op ons directe stuk wel ingezoomd, omdat dat voor ons nieuw was. Mm-hmm. En we naast het partnerkanaal eigenlijk een nieuw direct kanaal hebben opgezet. Oké. Okay. Ja. Hier nog meer. Komt-ie. Een vraagje. Ja. Je gaf net aan dat als je als sales een lead niet op kan volgen, dat ze dan na 30 dagen of zo toch weer terug naar marketing gaan. Gaat dat geautomatiseerd of moeten ze dat zelf aangeven? Nog niet. Dus we hebben nu gezegd dat we dat niet automatisch gaan doen, maar ik heb wel gezegd dat we gaan kijken natuurlijk hoe dit proces gaat en wat we bijvoorbeeld nu al inzichtelijk hebben per persoon is hoe lang iets niet is aangeraakt. Daar wordt ook op gestuurd, zeg maar, dus ook in de gesprekken. Maar ik zou het wel als een mogelijkheid zien om dat uiteindelijk meer automatisch te gaan doen. Ja, maar dat is nog een gesprek wat dan moet plaatsvinden. Want je kunt je voorstellen dat de sales daar weer zijn mening over heeft. Aan de andere kant kun je zeggen, als je niet actief mee bezig bent, wat heeft het dan voor zin? Ja, precies. Dat was ook een beetje mijn achtergrond. Ja, ik snap hem heel goed. De salesmensen die ik ken zijn super
hoe zeg je dat, ambitieus. Dus die denken altijd dat alles wel goed komt. Ja. En die denken dat ze 100 dingen kunnen, terwijl ze er bij wijze van 50 kunnen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat dat best moeilijk is. En dat er nog wel veel dingen blijven liggen. Maar als je erop stuurt en daarna dan... Ja, en het heeft natuurlijk ook wel, denk ik, in die zin te maken met een stuk change management. Dat je niet, denk ik, van de een op de andere dag alles recht en strak kunt zetten. Ja, je kunt het wel doen. Maar uiteindelijk is, denk ik, de grootste winst dat mensen echt gaan werken volgens dit model. En dan geloof ik niet dat je dat vanuit bovenaf met allemaal automatische flows, zeg maar, gaat oplossen. Okay. Dus daar is het een beetje tussen balanceren. Oké. Okay. Ik heb dan ook een vraag. Want ja. Als ik het, zeg maar, heel erg onaardig een beetje samenvat. Doe dat. We gaan gezellig met z'n allen in een pot zitten. Sales, marketing, service, allemaal bij elkaar. Allemaal dezelfde KPI's. Nou, het is, iedereen is helemaal gezellig. En dus dat moet heel erg makkelijk zijn. Dus mijn vraag aan de zaal. Als jullie het verhaal begrepen hebben van Ruben. Zouden jullie dat morgen of binnen een maand gedaan kunnen krijgen bij jullie eigen bedrijven? Wie ja zegt, mag zijn hand opsteken. Oké, dat is minder dan 5%. Is het toeval? Is het, zeg maar, wat jullie hebben gedaan? Is het iets waarvan je denkt van ja, maar dat was nou echt omdat ik toevallig een hele aardige marketingmanager als collega had? Of het was mazzel? Of... Ja, ik zou zeggen het was noodzaak. Ik bedoel, als je... allemaal je eigen KPI's hebt. En op zich is dat prima, want nogmaals, mensen bij ons hebben ook binnen de afdelingen nog steeds eigen doelstellingen. Althans voor een deel. Maar dat is zeg maar het enige wat naar voren komt. En je vervolgens dus merkt dat als je in een regio wil groeien, waar het uiteindelijk vanuit bedrijfsperspectief om te doen is, in ons geval, hoe kunnen we nu gaan verdubbelen in de dagmarkt? Ja, dan moet je naar andere dingen kijken dan alleen maar die afzonderlijke KPI's. Nog even los van dat het niet heel goed samenwerkt altijd. Dus voor ons was het noodzaak, denk ik, om te doen. Ja, en nogmaals, de reacties zijn heel positief. Maar ik merk daar wel bij op dat het voor ons ook, toen het idee werd geopperd, hebben we precies de, zeg maar, feedback die jij nu geeft, hebben wij ook besproken. En ook in de eerste sessies was het echt niet allemaal koek en ei gezellig bij elkaar. Ik bedoel, we hebben ook mensen gehad die zeiden aan het begin van, joh, maar we praten hier nu over, maar hè, kan ik nu weg mijn volgende meeting in, want dit is niet mijn, hier ga ik niet over of hier heb ik geen invloed op. Maar nogmaals, uiteindelijk is het, geloof ik, echt een mindset die veranderd wordt, wat bij ons gewerkt heeft. Ja, mensen moeten uiteindelijk bij zichzelf kijken hoe het in hun organisatie werkt. Dus. Dankjewel, hartstikke goed. Applaus voor Ruben. Dankjewel.